Goedemorgen, het is vandaag maandag 11 oktober, 12 oktober. En ik ben op Schiphol, want ik ga zo onderweg naar Milaan. En ik kon vanmorgen niet vloggen, want ik zat in de trein. Een beetje awkward. En ik ben nu best wel vroeg eigenlijk bij de gate. En ik wilde eigenlijk nog wat eten, maar ja, ik kon dus niks vinden. Dus ik loop nu weer terug naar het lounge gedeelte. En dan hoop ik dat ik daar nog wat kan eten. Maar wat ik zag er niet echt chill uit. Dus dat is dan een beetje jammer. En verder heel benieuwd naar dit reisje. Heel veel zin in. Het is ook echt super rustig op het vliegveld. Helaas. En heel irritant. Ik ben mijn oordopjes vergeten. Dus ik kan geen muziek luisteren. Geen vlogs editen. Dus dat is een beetje stom. Oké dan. Ik vloog op Milaan Malpensa en dat was nog een uurtje rijden naar het Centraal Station en achter me zie je dus het Centraal Station. Even kijken. Daar. Super mooi. Het doet me een beetje denken aan Florence, waar ik met stage ben geweest vorig jaar. En het is hier vet lekker weer. Ik had helemaal een trui mee en een jasje en het is gewoon warm. Ik denk dat het wel 20 graden is. En ik ga nu eventjes de kaart volgen die mijn host me heeft gestuurd. Hier achter mij moet ik ergens mijn weg zien te vinden. Dus dat ga ik proberen. En ik hou jullie op de hoogte. Nou, ik voel me op het moment echt eventjes de grootste drol op aarde. Ik ben namelijk in het appartementje aangekomen, maar volgens mij slaapt de eigenaar hier dus ook gewoon. En er zijn geen aparte slaapkamers. Kijk, je ziet het wel achter me. Het is zeg maar gewoon een heel klein studiootje. Het lijkt een beetje op wat ik heb. Maar er is dus maar één bed. En ik ga sowieso niet met een vreemde gast in bed slapen. Dat is één ding wat zeker is. Maar goed, ik moet eerst maar de advertentie even nalezen. Heb ik weer, zeg. Ja. Ja. Ik ga eerst maar eens even kijken wat er nou precies in die Airbnb-advertentie stond. Want ik heb dat ook allemaal zo snel geboekt dat ik niet eens goed heb gelezen. Zou me niks verbazen als het er gewoon in staat. Dus ik ga even kijken. Goedemorgen. Nou, uiteindelijk viel het allemaal wel mee. We hoefden niet in één bed te slapen. Er was gewoon een slaapbank waar ik op kon slapen. Dus dat was hartstikke chill. En ik ga nu... Oh, ja. Ik ga... Oh. Ik ga nu een beetje sightseeing doen. Omdat ik pas vanavond naar de show hoef. En ik heb verder niet zoveel te doen. Ik moet even wat printen. Maar verder heb ik niks te doen. Dus dat. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het... Hoe gaat dit nou weer open? Zo. Wacht even, ik doe even mijn paraplu uit. Aan. Op. Het is echt gewoon super naar weer. Gewoon regen. Ben ik eindelijk eens in Milaan, regent het. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het best wel pittig vind dat je alles in je eentje moet doen. Het lijkt natuurlijk super vet. En dat is het ook. Dat je dan in je eentje naar Milaan mag en zo. Maar eigenlijk is het ook best wel spannend in je eentje dus. Dus ja, je moet dan ook een beetje, net als toen ik in Thailand was. Het is dan wel gaaf, maar je moet alles is in je eentje leuk. Je hebt niet echt dat je met iemand kan delen. Dus dat is dan wel een beetje jammer. Maar goed, ik vind het wel super vet. Jammer dat de zon niet schijnt. Maar we gaan het hiermee doen vandaag. Ik ben inmiddels weer terug in het appartement. Yo, ik lijk wel blauw in dit licht. Maar ik ben terug in het appartement. Heerlijk in mijn eentje. Rot gekeken. Het was echt rot weer helaas. Dus ik heb niet heel veel gefilmd. Gewoon
een klein beetje hier en daar tussendoor. En ik moest wat dingen voor We Hearted opnemen. Ja, het is nu 5 uur geweest. Dus ik ga me nu opmaken, klaarmaken. En dan ga ik naar Fabriek, waar dus het concert van Jacob is. En heel bizar, ik kreeg echt een berichtje om vanmiddag 2 uur van een van de winnaressen die dus een kaartje had gewonnen. En zij zei dat ze toen al in de rij stond, ik weet niet waarom, misschien voor extra kaartjes of zo. Dus bij Fabriek, dus dat is wel echt bizar, want het begint dus echt pas om 8 uur en ze stond dus al om 2 uur 's middags. Dus dat is wel echt ridiculous, die vroeg. Maar ja, dat dus. Ik ga nu eventjes klaarmaken. Maar kijken op Google Maps. Ik ben onderweg naar een plek. En aan succes, weet niet waar we gaan. Komen van de bodem, ergens daar onderaan. Maar we willen op de maan staan. Willen op de maan staan. En ik wil dansen met de sterren vanavond. Oh. Ik wil van bovenaf kijken naar Oosters donder baron. Tantes vragen niet meer waarom. Hockey meisjes kennen de som. Ik gooi een babystack in de klop. Anders ga ik er niet meer naartoe. Want zonder contouren in de disco. Kill die Tory, maak me moe. Niggas willen online hun mening spitten. Niggas de mening van al die smiechten. Ik hoop dat de kogels door je voortuin vliegen. Jij en je laptop naar de gallemiezen. Mijn vader zei niet veel, hij was niet te bekennen. Mijn moeder zei Ronnie, je mag niet liegen. Dus ik zeg jou met al mijn liefde. Ik paal jou met... Die eyeliner was niet echt een goed idee zoals je kon zien. Ik keek gewoon in, zeg maar, in het schermpje. En dat lukt dan gewoon niet. Dat is dan niet duidelijk genoeg. Maar ik snap nu ook gewoon niet hoe andere vloggers dat doen. Inge had laatst ook een video opgenomen. Dus ik ga even aan haar vragen hoe ze dat dan doet. Misschien zet ze een spiegel achter. Ik denk het eigenlijk wel. Klinkt vet logisch nu ik dit ook zeg. Heb ik dus niet gedaan. Maar goed, ik ga dus nu nog eventjes mijn eyeliner opdoen. En dan ben ik klaar. Stel scherp. Stel scherp. Ja. Ik ben klaar en ik ga nu gauw die kant op, want het is nu al 6 uur. Ik moet er over een uurtje zijn. En ja, ik moet nog even uitzoeken hoe ik er moet komen volgens mij met de metro. En dan met de bus. Dus ik ben heel benieuwd. I wanna taste the cinnamon in this town. Sit on top of the Eiffel Tower, that would be so cool. Let's go to Tokyo, it's on the way to Singapore. Ik sta nu in Fabriek. En je hoort op de achtergrond al het geroezemoes al. Dit is mijn hoekje, mijn We Hearted hoekje, jee. En ja, ik ben heel blij dat hij er staat, want dat was in Amsterdam niet zo. Dan moest ik er echt zelf achteraan. En nu staat hij er gewoon al, super chill. Ja, ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Ik had net gewoon 2 meisjes. Ik had 2 no-shows, dus ja, 2 mensen hadden een kaartje gevonden, maar zijn niet gekomen. En ik zag 2 meisjes staan en toen heb ik die kaart aan hun gegeven en ze moesten gewoon... huilen. En dan niet gewoon huilen, maar gewoon echt hysterisch huilen van blijdschap. Dus ik heb ze laten beloven dat ze zo hier komen. Dus ja, super, super leuk. Yeah! Hey, ik ben weer thuis. Het was super leuk. Maar ik voel me nu echt super verrot. Dus ik ga zo lekker slapen. Het was dus echt heel leuk. Die Italiaanse fans die zijn echt nog uitbundiger dan de Nederlandse. Oh, dus dat. Ik ga nu lekker douchen en slapen. Welterusten. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik ga nu naar huis. Het is nu 2:30. Mijn vlucht gaat pas om 6:00, 6:45 volgens mij. Maar... ik moet nog lunchen en ik wilde niet te lang daar blijven plakken, want hij was gewoon thuis. En hij speelde saxofoon heel hard.
Dus toen dacht ik ga gewoon weg nu. Dan ja, kan ik daar nog een beetje op het vliegveld bezig en ik moet nog wat voor school doen. Dus ja, dat komt eigenlijk wel goed uit. Dus ja, dat was mijn hele korte Milaan-avontuur. Ik ga nu eens even lunchen en dan richting het vliegveld. Goedemorgen, ik wilde net een nieuwe vlog starten en toen bedacht ik me dat ik gisteren helemaal niet heb afgesloten. Omdat ik toen ik thuis kwam echt in een soort van coma van slaap ben gevallen, omdat ik gewoon zo moe was. Dus bij deze nog de afsluiter van de vorige vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met me mee te reizen naar Milaan. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!